Hallo lieve mensen, dit is de meditatie van 4 juni 2024. Ga lekker zitten of liggen, mag je zelf weten. En ga je ogen sluiten, je handen op je zonnevlecht. Adem door de neus in en door de mond twee keer zo lang. Uit. Heel goed. Je voelt dat door de ademhaling jouw lichaam tot rust komt, jouw geest tot rust komt en je voelt de balans in jouw hele systeem. We vragen aan aartsengel Raguël of die jouw huis en jouw omgeving wilt reinigen van alle energie en harmonie in jouw huis en omgeving brengt. Adem door de neus in en twee keer zo lang door de mond uit. Ga op je meest favoriete manier ontspannen zitten of liggen. Je handen voelen jouw lichaam. Je hoort de stilte om je heen en je voelt dat de stoel of de bank jouw ondersteuning brengt. Je voeten maken contact met de aarde. Vanuit de zonnevlecht aan je navel voel jij de verbinding met jouw hele fysieke lichaam. En dan ga je rustig naar je heiligbeenchakra, dan naar je stuitchakra. Dan gaat jouw energie door je bovenbenen, door je knieën, door je onderbenen. En door je voetzolen, bij je voetzolen aangekomen, merk je dat je heel makkelijk wortelen maakt die de aarde ingaan. Maak even verbinding met het aardepunt op 15 centimeter onder de grond. Heel goed. Dan ga je verder en verder de aarde in. Die gaat verder en verder Moeder Aarde ontmoeten. Die komt dieper in de aarde, dieper en dieper en dieper. En dan kom je in een holle ruimte gevuld met zacht groen licht. En daar staat Moeder Aarde klaar om jouw wortel van je aan te nemen. En naast haar staat Vader Aarde. En die neemt de andere wortel van je aan. Je bent verbonden met Vader en Moeder Aarde en de energie van de aarde. En nu zie je dat de aarde een soort schommel is. En dat die heel chaotisch draait. En wat de aarde nodig heeft, is dat jij gaat zitten. En die prachtige bloemenstoel die daar voor je klaar staat. En als jij gaat zitten in die stoel, voel jij je heel licht en liefdevol. En doordat iedereen in die stoel nu zit, kan de aarde tot rust komen. Jij biedt de aarde rust aan, doordat je ging zitten. Ruik de geuren van de bloemen. Ervaar de zachtheid van de stoel waarop je zit. Kijk om je heen welke wezens je allemaal ziet. Je bent in het binnenste van de aarde. En jij bent degene die daar de balans creëert.
Vanuit de binnenkant van de aarde kan je waarnemen dat door jouw energie en de energie van alle anderen jullie stabiliteit en kracht geven aan de aarde. Jullie zijn veiligheid. Jullie zijn bescherming voor de aarde. En als je merkt dat de aarde tot rust gekomen is, dan kom je langzaam uit die prachtige stoel. En je ziet, als je bent opgestaan, dat de stoel eigenlijk gemaakt was van 1000 vlinders die nu elk hun eigen weg gaan. Je ziet dat de kleur van de binnenaarde prachtig geel geworden is. Geel van helende kracht. En met de stroom die door jouw wortelen heen gaat, nog steeds naar jouw fysieke lichaam, ga jij ook naar boven. En maak je weer contact met je zonnevlecht. En je voelt hoe stabiel en krachtig de aarde is. Vader aarde en moeder aarde vinden het heel fijn dat je hen geholpen hebt om de aarde tot rust te krijgen. Stabiel en veilig. Nu gaan we vanuit de zonnevlecht, gaan we contact maken met je hartchakra. Maak contact met je hartchakra. Voel de gouden liefde stromen. En ga dan naar je keelchakra. De blauwe energie is stralend en aanwezig. Dan ga je naar je pijnappelklier in het midden van je hoofd, je derde oog. Je pijnappelklier gaat aan als een lampje en daarmee is je pijnappelklier volledig gereinigd en klaar voor gebruik. En dan voel je ook dat je kruinchakra open gaat door het warme licht van jouw derde oog. En je gaat door je kruinchakra heen in je onzichtbare lichaam. Ga je naar buiten en dan zie je een prachtige gouden bol boven je hoofd. Je gaat in die bol zitten, op een prachtige zetel. Dan vliegt de bol het universum in. En in het universum ga je kijken naar de zon en hoe die zon zo actief is. En met ons allen zitten we in die prachtige gouden bol. En we staan, we zweven voor de zon. We zeggen tegen de zon dat het wel een beetje rustiger mag. En de zon antwoordt, maar dat kan niet. Ik kan niet rustig zijn, want ik ben in transformatie. Ik ga jullie helpen om ook zo groot te worden. Als je het dan maar met liefde doet. En een beetje snel. Dan ga je verder het universum in. Je kan waarnemen dat de planeten, de sterren, de elementen allemaal daar zijn. Dan ga je nog verder en verder en verder. En dan kom je langs witte lichten en langs zwarte lichten. En dan zie je een prachtige paarlmoeren regenboog. Die is wat geleivormig van structuur. En jouw gouden boog gaat er heel makkelijk doorheen. Poef, dan ben je er al. En nu zit je in je kwantumveld. En in jouw kwantumveld mag je uit je gouden bol. Je komt uit je gouden bol en je kijkt rond. En daar kan je precies datgene waarnemen wat voor jou op dit moment belangrijk is. Het kan zijn dat je iets hoort. Het kan zijn dat je wat ziet of wat ruikt of op een andere manier iets waarneemt wat voor jou waardevol is en waardoor jij de energie van het hier en nu kan dragen. Jij krijgt een speciale tool aangereikt, een stukje gereedschap wat je gebruiken kan om door deze tijd en energie op aarde heen te gaan.
Want het is belangrijk dat jij weet dat jij een van de magische meesters bent die hier op de aarde aanwezig is om de aarde te helpen naar een nieuwe energie. De aardetransformatie is in volle gang en jij krijgt daar nu een speciaal attribuut voor. Neem het aan in dankbaarheid. En je krijgt ook de gebruiksaanwijzing ervoor. Deze gebruiksaanwijzing is in jouw favoriete vorm. Je kan heel makkelijk weten hoe jij jouw speciale gebruiksvoorwerp op magische wijze kan toepassen als het voor jou op aarde eventjes wat te snel en te chaotisch is. Het zal je beschermen en het zal je helpen. Dan is het tijd om weer in je prachtige gouden bol te gaan zitten. Helemaal trots dat jij degene bent die zo'n magisch voorwerp mee mag nemen uit jouw kwantumveld vandaan. En trots ga jij zitten in jouw prachtige gouden bol. En gaat door de paremoerregenboog langs witte lichten en zwarte lichten. En je komt steeds dichterbij en dan zie je de eerste planeten alweer. Jupiter en Mars. En dan zie je de zon. Mercurius piept er nog even voorbij. En je groet de mooie Venus. Dan staan we met z'n allen bij het diamanten aardegrid wat onze aarde zo prachtig beschermt. En met ons allen kunnen wij, met de speciale tool die we nu hebben, met dat stukje gereedschap wat je hebt gekregen, kunnen we het aardegrid nog steviger en volmaakter maken. Pas dat toe. Laat de energie stromen om het aardegrid nog steviger en mooier en beschermender te maken, zodat die hele felle stralen van de zon, dat die ons menselijke energie minder verstoort. Of dat je vrij van stoornissen bent. Laat het als een deken zijn die verstevigd wordt, die beschermt, die warmte doorlaat. Zodat we deze zomer ook nog een beetje warmte kunnen krijgen. Dan kan je ook waarnemen dat de aarde, als je van zo hoog kijkt, dat de aarde echt fysiek aan het veranderen is. En je kan nu ook waarnemen waarom tijd zo snel gaat. En jij kan kalibreren in de energie van de aarde en de tijd van de aarde. In jouw prachtige gouden bol ga je nu door de atmosfeer heen en je komt terug in het veld waar je nu bent. Kan overal ter wereld zijn, in Nieuw-Zeeland, in Brazilië, in Peru, Amerika, Canada, Schotland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Rusland, China. En wij komen, ik kom weer terug hier in Nederland. Met onze gouden bol, we zien dat onze gouden bol heel veel energie heeft. En we laten die gouden energie over de aarde regenen. Net als die dikke regendruppels die zo vaak vallen. Laten we nu iedere druppel voorzien van een laagje gouden kracht, bescherming en stabiele energie. En dan zie je dat je weer terug bent boven jouw gemeente, jouw woonplaats. En boven jouzelf. En je laat je bol even jouw hele lichaam afspoelen met gouden energie. Het zuivert, het laat op, het laat al jouw cellen op. Iedere cel wordt vol gepompt met heerlijke, krachtige energie, die jou laat stabiliseren in de tijd van het hier en nu. En dan mag je onzichtbare lichaam
ook door je kruinchakra weer naar binnen komen. Je derde oog, je keelchakra. Je voelt langs je schouders de gouden energie stromen door je handen. En de gouden energie gaat naar je hart toe, waar het de hartkamer weer vult met die gouden, oneindige energie die je altijd mag gebruiken. Het is altijd voldoende. En dan naar je zonnevlecht. Dan kijk je even alsof je over het randje in een prachtige vallei kijkt. Dat daar vader en moeder aarde zijn. Ze zwaaien naar je en ze laten je weten. Ze reiken jouw prachtige veld met levensenergie aan. En je ziet vlindertjes nog op de warrelen. Van die mooie stoel waar je nog even op mocht zitten. En misschien geeft een van die vlinders jou nog wel een hele mooie boodschap. En dan neem je de energie, de levensenergie van vader aarde en moeder aarde tot je. Ben je verankerd in deze aarde, in de stabiliteit van het hier en nu. En het helpt als je in de chaos eventjes kwijt bent. Dat je in stabiliteit mag zijn. Dat je even de datum opschrijft en je naam. En dat je altijd herinnert dat jij dat speciale attribuut hebt meegekregen uit jouw kwantumveld. En dat jij dat elke dag mag gebruiken om jouw leven rust en stabiliteit te geven. En dan kom je terug, wakker en actief in het hier en nu. Van dit moment. Je bent weer wakker en actief in je eigen energie, beschermd en wel in het hier en nu.